Yeah, you do so. Another. Je loopt aan deze kant. Je loopt aan die kant, vriend. Kijk, uitloop, vriend. Hij zit al in de rund. Goeiedag. Zag je dat? Tuig. Was kom maar. Laat hem even los. Kom eens naast. Sst. Nee, je gaat niet zo los. Naast, kom. Ja. Good boy. Good boy. Good boy. Okay.
Goeiedag. Hij is heel sociaal, doet niks. Good boy. Hond in het tuig, zie je? Zie je? Goeiedag. Hi. Ja, loop maar door. Kom maar, jongen. Goeiedag. Tuighondje hier. Uitleuwing rond, tuighond. Duur para. En zo even mee die kant op. Hello. He is okay. You can better do him los. No, no, woman. He's okay. Pas, kom. Goedendag. Ja, ik ook. Zo maar doen we het nog. Basie. Dat zijn ijzeren ballen. Ja, dat zeg je. Nou, hij heeft wel een kaak hoor. Ja, dat geloof ik best. Kom jongen, kom. Goedendag. Goeiedag. Ik mis er. Thank you.
is het nou, ja. Vast. Hey TJ. Alles goed jongen? Ja, lekker Gert. Wel een beetje frisjes, maar voor de rest. Maar ja, dus februari, ja toch? Of nee? Ja? Ja, het is al februari, dus logisch. Ik was hier zo in zijn eentje een beetje aan het snuffelen. Sst, kijk hier, kijk, stuifhondjes. Kijk, dat gaat altijd ruw aan toe. Zij dan normaal vindt. Kom boys, laat maar gaan. Je ziet gewoon aan, je zag gewoon. Ik vind dat gewoon te ruw, weet je. En dat zie ik, zeg maar. Basje zie je ook wel eens zo spelen, stoeiend. Of nou ja, ze zijn stoeiend bezig. En dan zie je ook dat het niet zo grof gaat als nu. Kijk, ze zijn een spelletje aan, man. Dat red je niet, boys. Die mensen waren in de veronderstelling dat je daar
gewoon even kon fietsen. Of normaal lopen, maar een en al bagger. Zoals je hoort, is het heel erg winderig. Kijk, die hond heeft een... Die hond heeft volgens mij een slipketting. Ja, ja. Als die zo zegt, ga weg. Dan gaat hij dat happen. Nou, oké. Okay. Nou, hier loop ik dan met Bastianus altijd. Of vaak. In oktober, van april tot oktober mag je hier niet meer komen. Nou, ik ben bang zijn dat hij opspringt. Hallo. Zie je? Ik ben nooit bang dat hij opspringt. Ja, heel soms. Ik heb een drukke maat. Als hij er is, met zijn auto en zo. Hij heeft het niet door, maar hij wekt het juist zelf op als hij zo druk doet. Bij hem. Omdat hij zelf ook druk is. Snap je? Wat is hier aan de hand? Wacht hier op mijn hond. Wat is de bedoeling? Ik heb geen riem bij de. Fuck was het? Oh, een eend. Een merkel bedoel ik. Ik neem hier ook mee op. Dan kan ik Basie in de gaten houden. Ik zit nou eens uit. Je ziet hier hoe vermoedelijk dat gaat. Zie je eruit, jongen? Kwijle kop. Ik ben goed bezig daar. Boys, kom, gaan we deze kant op. Kom. Die twee mensen daar, die gaan we even verevigen. Kijk eens, ze zijn met zakken aan het lopen. Ze maken de boel schoon. Dus die zitten op Basje's YouTube kanaal. Basje staat ook voor hygiëne in het bos.
Tenzij die man gewoon sneller is, hoor. Bas, deze kant. Kom. Kom. Ik draai even die camera om, anders staat weer zo'n brugger. I have turned the camera. Zo. Zie je? Dat is wel even een applausje waard, toch? Ik kan hem een tip geven dat hij volgende keer laars aan moet. Maar dat kan hij misschien verkeerd interpreteren. Ik geef hem gewoon een compliment als het hem lukt. Het zijn toch sneller dan ik had verwacht. Hallo. Draai man. Goeiedag. U hebt toch niet het programma gisteren gezien, hè, op BNN? Nee, over dit soort honden. Dus, tegenwoordig moet je met de camera lopen om bewijsmateriaal bij te hebben. Dat gewoon allemaal goed gaat. Ja joh, allemaal negatief in het nieuws. Fijne dag. Kom. Kijk, dat effect heb ook weer een programma, weet je dan. Dan zie je zo'n vader staan en dan denk je van, nee. Ja, dat doet hij door mijn hand of zo, snap je? Goeiedag. Mijn complimenten, jullie zijn heel goed bezig. Doen jullie dat voor iets of voor iemand of zijn jullie zomaar uit jullie niets? Oké, dan extra complimenten. Oké, okay. Nou, dat wist ik niet. Is dat bij de, hoe heet het daar? Bij de Hortus. Ja, tegenover de stadsboerderij. Oké, ja. Okay. Ja, ik weet waar het is, ja. Bij het Korflaan, zeg maar. Gewoon, op de Korflaan. Ja. Oké, okay, goed dat ik dat weet. Misschien dat ik mezelf ook een keer overhaal. Ja, wij doen het ook voor het eerst, hoor. Oké. Okay. Nou, jullie komen wel op YouTube. Just Bossy. Oh, Jezus. Nou, het is een positieve kanaal. Alleen voor honden. Nou, die mensen, jullie hebben het gehoord. Tegenover de kinderboerderij. Kun je zo'n grijpstok varen. En zo'n vuilniszak. Dan kun je toch je steentje bijdragen. Hier heus wel een keer een ongeluk iets achterlaten hier of zo. Aan een rot, sorry. Nou, die zetten we er gelijk op. Gelijk bewijsmateriaal. Gelijk bewijsmateriaal. Hoi, hoi. Andere riem nemen. Je zag het. Bas krijgt op een snauwige manier wordt grens weer gezet. Helaas. Bastianus, ga je mee? Kom maar, jongen.
daar een hond aan. Op afstand. En die zit zeg maar in de categorie 3, 4 van angst. Snap je? Als 1, 2 heel hoog is, dan is 3, 4 iets minder. En volgens mij heeft die man in zijn linkerhand een uitloopriem. Dus dat houdt wel in dat die hond toch zijn dinges naar beneden moet. In plaats van 3, 4 naar een 1, 2. Dat zag je net met het andere hondje ook. Uitloopriem is nou wel gedacht, maar hij heeft wel een halsband, dus dan heb ik al. Kijk, ze hebben elkaar gezien. Niet schrikken. Loop, meneer, als u loopt maar. Kijk, als u doorloopt, is er niks aan de hand, want dan. Snapt u? Ik kan het wel blijven uitleggen, maar ja. Op een gegeven moment word je er gewoon. Helemaal moe van hier. Hè. Zie je? Het is dus een klein frustratiemomentje. Terwijl ik gewoon lekker mijn hond uit wil halen. Snap je? Dan ben je er eigenlijk wel van, man. Je loopt daar. Ik zie daarachter los hondjes. Meer niet, ik zie ze. Vanaf hier ziet alles er positief uit. Handen in de zakken van de mensen. Dat houdt in vaak geen uitloopriempjes. Geen tuigen. Nou, weet je hoe dat goed gaat? Vaak. Nou mensen, dit was vanuit het Delfshout. Live met Bastianus. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze wiebelige beelden. Ooit hoop ik een betere statuut te hebben. Het liefst een cameraman. Come on, big boy. Kijk, nu zei ik wel kom aan. Dan heb ik me eigenlijk niet geroepen, snap je? Fuck. Dat zie je mij ook af en toe doen. Dan roep ik hem zeg maar niet op het juiste moment. Ik moet eigenlijk wachten op het juiste moment
dat je hem roept. Snap je wat ik bedoel? Soms zijn ze aan het snuffelen. Zit ze, ja, dan ruiken ze iets. Dan moet je echt, ja, van goede huizen komen. Om dan aandacht te pakken te krijgen. Nou ja, in principe kan het wel. Vaak moet je op het juiste moment wachten. Zie je aan de hand, wat zie ik daar? Kom op. Lekker gewandeld in het bos. Samen met Bastianus. Kun je terugzien op YouTube.